Universiteit van Nederland. Er zijn gigantisch grote sterren, maar ook hele kleine sterretjes. Dat zijn eigenlijk de meeste, zoals onze zon. Onze zon is klein. Onze zon is maar een heel klein doorsneesterretje eigenlijk. Dit is sterrenkundige Marijke Haverkoorn. Zij weet alles van sterren en dus ook van de zon. Dat doorsneesterretje, dat vrij klein blijkt te zijn. Maar precies groot genoeg voor ons. Want als hij of groter of kleiner zou zijn, dan zou het hier veel te warm of veel te koud zijn en dan kunnen we hier niet leven. De Universiteit van Nederland zoekt Marijke op het dak van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Marijke weet precies hoe sterren ontstaan. En dat is best bijzonder, want pas 30 jaar geleden werd het laatste puzzelstukje van dat mysterie gevonden. In deze aflevering maken we suikerspinnen om te leren hoe een ster ontstaat. En om te voorspellen waar die gaat ontstaan. Een ster is natuurlijk... Wat is een ster eigenlijk? Een ster is eigenlijk niks anders dan heel erg dicht opeengepakt gas. Gasbolletjes. En dus geen mini-planeet of rotsblok. Ook onze zon is een gasbolletje. Een van de, pak een beet, zo'n paar honderd miljard in onze melkweg. En dat is natuurlijk maar één van de vele sterrenstelsels. Er zijn miljarden sterrenstelsels, zoals die van ons. Dat zijn er dus ongelooflijk veel. En ze zijn miljarden jaren oud. Die sterren moeten ook wel even meegaan, want ze ontstaan niet aan de lopende band. In onze melkweg hebben we berekend dat er ongeveer één ster zoals onze zon per eeuw ontstaat. Hoe dat precies gebeurde, bleef eeuwenlang een raadsel. Simpelweg omdat de telescopen niet goed genoeg waren. 70, 80 jaar geleden kwamen mensen erachter dat er niet alleen sterren bestonden in onze melkweg, maar ook grote gaswolken. Letterlijk wolken van gas. Op het moment dat je die kan zien en erachter komt wat ze zijn, toen kwam ook langzamerhand het besef dat zo dus sterren ontstaan. Uit van die gaswolken. Een ontdekking die pas 80 jaar oud is. Zo'n 30 jaar geleden kwam daar nog een belangrijke ontdekking bij. Maar daar vertellen we zo meer over. Eerst duiken we in die gaswolken. De gaswolk bestaat voornamelijk uit waterstofgas. Met een klein beetje helium en een klein beetje van andere elementen. Maar het grootste deel is waterstof. En omdat we nu niet even een gaswolk uit de ruimte kunnen plukken, maken we onze eigen gaswolk. Met een suikerspinmachine. Maar een gaswolk heeft net zoals deze suikerspin een dichtheid die niet overal hetzelfde is. Hier zie je ook kleine stukjes in zitten waar de dichtheid al net iets groter is. Dat zijn de stukjes waar de suiker dichter op elkaar zit. En een stukje van die suikerspin of een stukje van die gaswolk die dichter is dan de rest, daar is de zwaartekracht net iets groter dan in de rest van de wolk. De zwaartekracht trekt alles naar dat ene punt. Dat betekent dat stukjes suiker of stukjes gas wat hier omheen zit steeds meer aangetrokken worden. En ook op dat kleine dichte stukje vallen. Dus dat groeit. Dat wordt weer zwaarder. Dat betekent meer zwaartekracht. Dus daar komt nog meer suiker, nog meer gas bij in de buurt. Totdat zo'n heel deel van die gaswolk bij elkaar geklonterd zit in een grote bal waar een ster gaat ontstaan. Die ster kan dus ontstaan omdat het gas heel dicht op elkaar zit. Zo wordt de zwaartekracht sterker, wordt de wolk dichter, wordt de zwaartekracht weer sterker en ga zo maar door. Totdat je een stukje heel dicht opeengepakt gas hebt, waar de zwaartekracht ontzettend hoog is. Op een gegeven moment wordt de dichtheid in het allermiddelste van het samentrekkende stukje stof zo groot dat de druk heel groot wordt, de temperatuur heel hoog wordt. En dan kunnen op een gegeven moment waterstofdeeltjes gaan fuseren. Dus waterstofdeeltjes gaan samensmelten en dat noemen we kernfusie. En in die kernfusie komt verschrikkelijk veel energie vrij in de vorm van straling. En dan is dus een ster geboren. Die straling zien wij als licht. Zodra de ster gevormd is, kunnen daaromheen ook planeten ontstaan. Dus hier in een klein stuk van die gaswolk ontstaat de ster. Maar het gas wat eromheen zit, dat wordt ook een beetje meegesleurd in de draaiing van de ster. Als het gaat draaien, wordt het steeds meer en meer een schijf. En dus om die ster heen verzamelt zich een schijf van stof en gas. En dat stof gaat verder samenklonteren en daar komen uiteindelijk planeten uit. Dus dan heb je een ster met planeten eromheen, waaromheen een grote gaswolk zit. Zo is ook ooit onze aarde ontstaan. Uit de gaswolk rondom onze belangrijkste stralende ster, de zon. Over dat stralen gesproken. Het licht van een pasgeboren ster kunnen we helemaal niet zien. De ster zit de eerste periode van haar leven verstopt in die gaswolk. Toch kan Marijke zo'n sterretje al wel zien. Wat we dan doen is kijken met infraroodstraling. Want infraroodstraling kan beter door die stofwolken heen dan gewoon licht. En als je dus met een infraroodtelescoop naar zo'n stofwolk kijkt, dan zie je daar al kleine puntjes waar net nieuwe sterren aan het ontstaan zijn. Zo ontstaat dus een ster van A tot Z. Tenminste, dat was de gedachte. Totdat telescopen
nog beter werden en sterrenkundigen ineens iets geks zagen. Vervelende vlekjes op hun beeld. Die vlekjes werden veroorzaakt door magneetvelden. Velden die een enorme invloed hebben op ons sterrenstelsel. Dat was het startpunt van Marijke's onderzoek naar een fenomeen dat niet erg geliefd was in de sterrenkunde. Magneetvelden, daar bleven veel onderzoekers maar vandaan, want die kon je toch niet meten en daar kon je toch niks mee. Hoewel wel het besef er was dat ze belangrijk waren, maar je kon er niet zoveel mee. Maar Marijke wel. Zij stortte zich volledig op de magneetvelden in ons sterrenstelsel. Die magneetvelden waren de missing link in het ontstaan van sterren. Magneetveld is heel belangrijk in hoe sterren kunnen vormen en waar sterren kunnen vormen. Maar even, magneetvelden. Dan heb je het vast niet over magneetjes zoals je die op de koelkast vindt. Nou, eigenlijk toch wel. Want een magneetveld is een naam voor eigenlijk alle aantrekkingskracht rondom een magneet. Volgens mij is het tijd voor een lesje magneten. Een hele simpele magneet met een noordpool en een zuidpool, die heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Dat zie je als je een paperclip bijhoudt, die wordt naar de noordpool of de zuidpool aangetrokken. Een heel klassiek experiment, wat je misschien nog kent van natuurkundeles, is met ijzervelsel. Als je wat ijzervelsel op een glasplaat hebt en je houdt er een magneet onder, dan zie je die streepjes ontstaan in het ijzervelsel. Dus al het ijzervelsel gaat zich richten in een bepaalde richting. En dat is de richting van het magneetveld. De aarde heeft ook een magneetveld. En dat lijkt wel een beetje op dit magneetje. Het heeft ook een noordpool en een zuidpool en een magneetveld eromheen. In gaswolken waar sterren ontstaan, zien magneetvelden er heel anders uit. Het is één grote chaos. In de ruimte zitten die magneetvelden vastgevroren in het gas, als een soort elastiekjes die meebewegen met het gas. Dus als dat gas turbulent is, dus beweegt, net zoals de wolken hier aan de hemel, dan gaat dat magneetveld meebewegen en dat komt gewoon heel erg in de war te zitten. Dat chaotische magneetveld speelt een belangrijke rol in de vorming van sterren. Juist omdat dat magneetveld zich gedraagt als elastiekjes, kunnen ze ook een invloed uitoefenen op dat gas. Stel je voor, je hebt een gaswolk die ineen wil gaan trekken. Dan worden die elastiekjes, dus dat magneetveld, in dat gas worden uitgerekt en dat gaat terugtrekken. Dus dat probeert eigenlijk als het ware die gaswolk weer uit elkaar te trekken. Dus je hebt een soort wedstrijd tussen de zwaartekracht aan de ene kant die een ster wil maken en het magneetveld, die elastiekjes, die dat gas op zijn plek willen houden. En dus afhankelijk van welke sterker is, de zwaartekracht of de magneetvelden, komt er dus wel of geen ster in vorming. Zonder magneetvelden zouden sterren veel makkelijker ontstaan. Dan zou de hele Melkweg volgepropt zijn met sterren. De magneetvelden houden de boel dus in balans. Maar nog leuker, met die magneetvelden kan Marijke voorspellen waar sterren gaan ontstaan. Tot op zekere hoogte kunnen we dat. Als we weten wat de eigenschappen van die gaswolken zijn en hoe die magneetvelden daarin zich gedragen, dan kunnen we voorspellen ongeveer waar sterren gaan ontstaan, maar ook voor wat voor sterren. Of het heel veel kleine sterretjes zijn of een paar hele grote sterren. Daarvoor moet je alle informatie verzamelen die er is over gaswolken, de zwaartekracht en natuurlijk die magneetvelden. Wat wij proberen is al die info samen te pakken en te combineren en daarmee één grote kaart te maken van het magneetveld in de Melkweg. Dat willen wij graag weten, zodat wij kunnen weten hoe die gaswolken zich bewegen, waar sterren ontstaan. Maar dat is ook van belang voor andere astronomen die eigenlijk last hebben van dat magneetveld in de Melkweg. Want wij zitten midden in de Melkweg. Dus als je bijvoorbeeld het hele vroege heelal, dus de oerknal, wil bestuderen, of je wil ver wegstaande sterrenstelsels bestuderen, al dat licht daarvan komt door de Melkweg heen en wordt ook beïnvloed door dat magneetveld. Het licht wordt vervormd. En als je precies weet wat de invloed is van het magneetveld, kun je ook weer berekenen hoe het licht er eigenlijk uitzag. En daarvoor maakt Marijke modellen. Dus de modellen die wij willen maken zijn ook heel nuttig en handig voor sterrenkundigen uit andere vakgebieden die eigenlijk die magneetvelden maar vervelend vinden en die eigenlijk die magneetvelden gewoon willen verwijderen uit hun data. Het gevolg? Veel preciezere data. Daardoor kunnen we veel meer leren over het heelal. Bijvoorbeeld hoe de oerknal eruit zag of de achterkant van de maan. Als je dat bereikt, dan mag je vast wel een ster naar jezelf vernoemen. Toch? Dat zal ik stiekem doen. Helaas weet Marijke dat dat niet kan. Maar als het aan ons lag, dan kreeg ze een ster hoor. Bedankt Marijke voor je verhaal en jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!